Een kalender van 24 races in 2023 laat zien dat de Formule 1 er nu goed voor staat. Maar niet iedereen is blij met dit volle schema. Mensen die in de paddock werken kwamen al snel tot de realisatie hoeveel weekenden ze volgend jaar van huis weg zijn. Een jaar waarin ze familie, vrienden en belangrijke momenten moeten missen. Het is niet voor niets dat sommige mensen de kalender ook wel wreed noemen. Er worden grappen gemaakt over scheidingsadvocaten die goede zaken gaan doen in Oxfordshire, de plek waar veel Formule 1-teams gevestigd zijn. En ze huiveren bij de gedachte van hoe vaak ze in een krappe economy class stoel moeten zitten voor de vele vluchten die ze te wachten staan. Het feit dat er in totaal 24 races op de kalender staan, is geen verrassing. Er waren al plannen om Qatar en Las Vegas toe te voegen, China terug te brengen en ook moesten Spa en Monaco behouden blijven. Daarmee zou het maximaal aantal races, zoals vastgelegd in de Concorde Agreement, sowieso behaald worden. De frustratie van veel mensen zit juist in de wijze waarop de races gegroepeerd zijn. Ze vormen Baku en Miami een doubleheader, terwijl Canada pas een maand later op de kalender staat. En Qatar staat niet in de buurt van andere wedstrijden in het Midden-Oosten. Tussen Austin en Las Vegas zit één maand tijd, maar na de race in Nevada racen de teams een week later alweer in Abu Dhabi voor de seizoensfinale. Echt logisch is het niet, en met name omdat de Formule 1 duidelijk had gemaakt zoveel mogelijk races te willen groeperen op basis van locatie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de triple headers. Kun je je nog herinneren dat de teams hier vanaf wilden en dat de terugkeer ervan in 2020 puur noodzakelijk was door het coronavirus? Nou, volgend jaar hebben we gewoon weer twee triple headers op de kalender staan. Imola, Monaco en Spanje als start van het Europese seizoen, gevolgd door Texas, Mexico en Brazilië later in het jaar. 5 races in 6 weken is misschien leuk voor de fans, maar de druk op de paddock is groter dan ooit. Een van de grote vragen die vele Formule 1-fans hadden toen ze de nieuwe kalender zagen is: wat is er gebeurd met de plannen om de races op basis van locatie te groeperen? Voor een kampioenschap dat in 2030 klimaatneutraal wil zijn, is het aantal vliegreizen een grote stap achteruit. Want als je van de ene race naar de andere race zou reizen, dan leg je maar liefst 133.570 kilometer af. En er zijn de reizen naar huis nog niet eens bij inbegrepen. Hoewel er enigszins wel wat races gegroepeerd zijn, denk aan Singapore, Japan en Qatar, of Texas, Mexico, Brazilië en Las Vegas, is dit lang niet het schema waar velen zo op hadden gehoopt. De Formule 1 heeft geprobeerd om de groepering beter te regelen, maar voor veel races waarvoor contracten al waren getekend en data waren afgestemd, was het niet mogelijk om ze te verplaatsen. In sommige gevallen werd een eventuele wijziging van de datum zelfs op hoog niveau besproken, maar zonder resultaat. Promoters moeten rekening houden met de tijd van het jaar, weersomstandigheden en de mogelijke impact op de fanbeleving. Wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om alle kosten te dekken. De Formule 1 zal blijven toewerken naar een kalender die beter gegroepeerd is, maar dat wordt wel lastig. Aan de ene kant moeten organisatoren tevreden blijven en aan de andere kant moet de impact op het milieu zoveel mogelijk beperkt worden. Een echte uitdaging dus. Maar los daarvan is er natuurlijk nog een uitdaging. De impact van de groeiende Formule 1 kalender op de mensen in de paddock. Dat is iets waar de teams zich steeds bewuster van zijn geworden. Het afwisselen van personeel is nu niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk om te voorkomen dat mensen tegen een burn-out aanlopen. Zo vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff vorig jaar Motorsport.com dat het wat hem betreft zelfs in de reglementen zou moeten staan. Zeker als het aankomt op de mentale gezondheid van de teamleden. Maar het afwisselen van personeel is niet altijd een optie. In sommige gevallen zijn bepaalde functies zo specialistisch of zo cruciaal dat ze maar door één persoon ingevuld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan race-engineers. Op de boordradio hoor je eigenlijk altijd dezelfde stem die tegen de coureur praat. En waar roleren voor andere functies vaak nog wel een optie is, is dat bij een race-engineer eigenlijk niet gewenst, gezien de relatie die ze hebben met de coureur. Maar zonder enige vorm van roleren zou het zomaar kunnen dat Formule 1 personeel liever ergens anders aan het werk gaat. Bijvoorbeeld in een kampioenschap met een minder belastende kalender. En hoe belangrijk het budgetplafond ook kan zijn voor de financiële gezondheid van de Formule 1, het kan het teams wel moeilijker maken om talentvol personeel vast te houden. Een andere angst voor velen is dat de kalender nog niet stopt met groeien bij 24 races.
Formule 1-baas Stefano Domenicali suggereerde vorig jaar dat er zelfs behoefte is aan 30 races. Maar de Formule 1 maakte duidelijk dat dit niet het plan is. De Concorde Agreement legt de limiet op 24 races. En daar moeten ze zich voorlopig aan houden. Wat vind jij? Heeft de Formule 1 te veel races in 2023 en moeten het er minder worden? Of ben je juist wel blij met meer raceactie? Laat het vooral weten in de reacties hieronder.